En in het kader van het intensiveren van de bilaterale relatie tussen Suriname en Indonesië is de 5e gemengde commissievergadering Suriname-Indonesië gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurde op 17 en 18 september. De laatste commissievergadering vond plaats in 2009 in Jakarta, Indonesië. De delegatie van Indonesië stond onder leiding van Mohamed Anshor, directeur-generaal voor Amerikaanse en Europese aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De samenwerking moet leiden tot investeringen in handel en industrie, veeteelt, bescherming van ons kustgebied middels het beplanten en conserveren van mangrovebossen. Ook het ecotourisme moet meegenomen worden in de samenwerking, evenals cultuur en de zusterstedenband samenwerkingen. De vergadering is afgesloten met de ondertekening van de agreed minutes door beide voorzitters van de gemengde commissies.